Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. We gaan vandaag het laatste biertje van de Bearded Iris reviewen. Chief of Chiefs Double Dry Hopped is een Double New England IPA. En krijgt op Untappd een 4,2. Is 7,5% en de hops die gebruikt zijn volgens Untappd Citra, Mosaic en Simcoe. En ik ben heel erg benieuwd. Laatst de Double Scatterbrain gereviewd, ook een heel mooi biertje. Review kan je ook terugvinden. Even een paar video's terugscrollen. En die heb ik toen buiten gereviewd. Het is nu ook wederom echt bloedje mooi weer. Maar ik ben toch maar weer boven gaan zitten. Want buiten review is toch niet echt mijn ding, ben ik achtergekomen. Niet in de tuin in ieder geval. Voelt toch enigszins ongemakkelijk. Geen idee waarom. It just does. Laat even weten wat je ervan vindt onderaan de video. Ik ben er niet helemaal fan van. Op bierfestivals, brouwerijen, geen enkel probleem. Maar in de tuin is het toch een beetje awkward. Dus deze gaan we gewoon weer lekker op zolder reviewen. We gaan hem even lekker een paar keer ronddraaien. Zodat het alles mooi... Alles wat onderin zit, er goed van de bodem af is. We gaan hem even openmaken. Ik heb overigens nog wel één Bearded Iris staan, maar die ga ik niet reviewen. Die zie je vanzelf wel voorbij komen op Instagram of Untappd. En kijk eens wat een mooie kleur. Donker oranje. Kleine schuimkraag. Maar heel mooi. Vrij niet heel compact. Wel aardige kleine belletjes onderin, maar... Bovenin toch wel vrij grote belletjes. We gaan even naar de neus. Oh ja. #tropisch fruitbommetje. Of #fruitbommetje, hoe je het ook wil noemen. Ja, echt. Mango, perzik. Citrus. Klein beetje ananas. Echt heel mooi weer. Geen slechte bieren gehad tot nu toe van deze brouwerij. Dit is nummertje 3 die ik gehad heb. En ik vond de homestyle die ik ook gereviewd heb toch wel de minste tot nu toe. Echt een mooie fruitbon dus. Hele mooie kleur. We gaan hem even proeven. Proost. Heel mooi bittertje. Echt heel veel tropisch fruit, mango, perzik, ananas. En heel mooi bitter. Oeh ja. Echt heerlijk weer. Echt een heerlijk bier. Dan wil je natuurlijk weten wat ik de lekkerste vond.
Ik heb de Double Scatterbrain volgens mij een 4,25 gegeven. En ik denk dat deze dat ook gaat krijgen, want dit is echt een hele mooie. Een heel mooi, hele mooie New England IPA. Ja, echt super mooie kleur. Heel veel tropisch fruit in de neus. Hij proeft, vind ik, vrij bitter voor een New England IPA. Dus weinig fruitige tonen krijg je bij je eerste slok. Maar naarmate je hem drinkt, wordt hij toch echt veel fruitiger. En heeft een beetje... beetje ananas. Maar het meeste is toch wel de mango, de citrus, de persik. Die komen echt wel het beste terug erin. En ik geef deze ook gewoon een 4,25. Dus ik, ja, welke vind ik dan de lekkerste? Ik denk dat ik ze allebei echt even goed vind. De homestyle vond ik wel ietsje minder. Had ik volgens mij een 3,75 gegeven. En ja, ik ben heel benieuwd wat die laatste gaat doen. Lijkt me ook echt een hele mooie. Die zal je even moeten checken op Untappd of op mijn Instagram binnenkort. Zal de foto wel een keertje... Waarschijnlijk is die dan al geplaatst. Maar dat was het weer voor deze review. 4,25 uit 5. Ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen naar de site van de Bearded Iris. En daar kan je het een en ander terugvinden wat ze zal doen. En ik zal ook even een linkje plaatsen naar de Dutch Beer Collective. Daar kun je linkjes vinden van mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Ook linkjes naar Thomas Opent en Beekeek Holland, hun kanalen. Dit was hem weer voor deze review. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers!